Vrijdag speelt NEC thuis tegen Go Ahead Eagles. Het is de derde wedstrijd binnen 7 dagen voor de mannen van Rogier Meijer. Dinsdag kwam NEC niet verder dan een gelijkspel tegen Jong PSV. Toch zal Meijer niet veel gaan veranderen aan zijn basiselftal en lijken dezelfde te gaan starten. Ja, we spelen volgens mij dezelfde formatie als anders, dus dat zal niet veel verschillen. Ik hou wel van uiteindelijk wat variatie in het aanvalsspel. Nou, dat gaat de laatste tijd wel beter, vind ik. Ze hebben weinig goals tegen, wat ik al zeg, weinig gemaakt. Wij hebben een aardig wat gescoord de laatste tijd. Alleen ik ben benieuwd hoe dat morgen gaat tegen een ploeg die echt goed in de organisatie kan spelen. En dan zullen we snelheid moeten hebben, inventief moeten zijn in het aanvallen. Nou, dan ben ik benieuwd naar morgen. NEC staat nog op een 5e plek, maar met 1 punt meer als Go Ahead. Kortom, er moet gewonnen worden om aangehaakt te blijven, zegt doelpuntenmaker Thomas Beekman. Ja, nee, absoluut zeker. Want de middenmoot staat heel kort op elkaar. Volgens mij is het zo dat volgens mij de nummer 13, als die wint, dat die ook op gelijke hoogte komt met ons. Dus nee, het is echt een belangrijke wedstrijd. En als we 3 punten pakken, dan kunnen we weer omhoog kijken. In plaats van als we verliezen, dan moet je weer omlaag kijken. En dan kun je zomaar weer op plek, weet ik veel, 10 staan of zo. Dus nee, we hebben gewoon een volle focus. En als we winnen, dan ja, doe je gewoon een hele goede zaak. NEC tegen Go Ahead is vrijdag weer live te volgen bij RN7.